zit hier met Soufiane El Karouani, een van de smaakmakers van NEC dit seizoen. Welkom Soufiane. Hoe was jij als kind vroeger? Druk, actief, aanwezig, veel energie. Ik denk dat ik dat nog steeds ben, maar zo was ik ook als kind. Ja. En uit je dat ook heel erg op voetbalveld? Daar kan ik die energie kwijt. Ja. En was er vroeger altijd al een bal in de buurt bij jou? Of? Gingen we altijd op het pleintje voetballen, laat ik het zo zeggen. Nu is het wat minder, denk ik, met de jeugd die buiten gaat voetballen en het pleintje gaat opzoeken. Maar vroeger was dat wel echt het ding, zeg maar. Daar kwam je samen en daar ging je samen voetballen. En wist je al sinds kind af aan dat je profvoetballer wou worden? Ik denk dat ieder zijn droom is als kind. Als je droomt van voetballen. En ja, voetbal kan raar lopen. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen, zoals ik al zei, iedereen wil dat graag worden. Ja. En op welk moment besef je echt van dit kan iets gaan worden? Want ja, je speelt een hoge helft al bij de jeugd. Ja, maar dat is nog jeugd. Jeugd vind ik ook nog dat alles kan gebeuren. Ik denk wanneer het pas echt serieus wordt, als je in aanmerking komt met een eerste team. Ja. En wanneer je daar in beeld bent. Ik denk dat je dan beseft van het wordt echt serieus. In de jeugd denk je wel van ik wil graag naar een eerste elftal. Maar hoeveel jongens gaan nou echt naar een eerste elftal? Dus ja, vanaf dat moment denk ik dat ik wel, toen ik een beetje mee ging trainen met het eerste, dat het wel een beetje serieuzer werd voor mij. En hoe reageerde jij daarop en je familie en vrienden? Ja, blij natuurlijk. Had ook niet zo snel verwacht. Het ging allemaal wel snel. En dan komen we uit bij de datum 9 augustus 2020. Ja. Wat gebeurde er op die dag voor jou? Eindhoven. Debuut. Ja, en hoe was dat? Je viel in de 68 minuten in? Ja, film. Ja? Ja, dus je denkt, moet ik erin? En dan kom je erin en toen was het stadion nog vol, andere sfeer. Ja. Je hoort niks op het veld. Ja, mooie ervaring. En vergeet je niet snel. Dan gaan we nu over naar de stellingen. Ik had verwacht dat ik de vaste linksback ging worden van NEC. Ja. Vorig seizoen. Ja? Dan, ik ben de vaste linksback van NEC voor de aankomende jaren. Ja, ik heb contract getekend van 2023, dus ja. Ik ben de beste linksback van de keukenkampioendivisie. Dat is aan de mens. Mijn droomclub. Een droomclub. Ik denk dat iedereen wel een droomclub is. En mijn droomclub is Arsenal. En waarom? Ja, ik weet niet. Interessante spelers hebben daar gespeeld. En grote historie. En ja, lijkt me top om daar te spelen. Dan is voor mij mijn carrière klaar. Dan, ik ben klaar voor een stap hogerop. Ja, ik denk dat ik me nog kan verbeteren, maar ik denk dat ik daar wel klaar voor ben. Ja. Liever het Nederlands elftal of het nationale elftal van Marokko? Dat is ook nog een hele grote droom voor mij. Ik ben nog nooit, ik ben weer laat in het profvoetbal gerold natuurlijk. Ja. Dus ben ik niet zeg maar bij de jeugdteams betrokken geweest qua Marokkaans elftal en Nederlands elftal. Dat is nog een droom voor mij. En ik persoonlijk heb al de keuze gemaakt van wie mij als eerste benadert, daar blijf ik bij. Mm-hmm. En heb je dan ook nog een assist of goal die je echt denkt van zo, dat was echt een goeie voor mij of echt een voorzet die je bij blijft hangen? Eerste goal tegen Eindhoven natuurlijk. Eerste goal in betaald voetbal. Ja. Afstandsschot daar. De 1-0. Dat was het moment om niet meer te vergeten natuurlijk. Nee, dat snap ik. Voorzet. Ik denk die voorzet tegen Fortuna Sittard. In de beker hier. Vandaag ongeveer. Een beetje half-half op Rangelo. Stond de 1-0 achter, de wedstrijd was een beetje dood. Maak je 1-1. En toen zag ik Rangelo en ik dacht, ja, ik ga hem daar geven. En toen kopte hij hem erin en daardoor is de wedstrijd weer gaan leven. Dus dat is een extra lekker gevoel, zeg maar. Mm-hmm. En heb je nog een doelstelling voor volgend seizoen? Ik wil eerst zien wat er dit seizoen allemaal gaat gebeuren. Ja. Dus, ik weet niet wat de volgende seizoen is, dat is het. Dit seizoen is mijn doelstelling promoveren, heel simpel. Ja. Verder heb ik echt geen doelstelling. Nee, is goed. Dankjewel, dat was hem dan. Alsjeblieft.